4500 kandidaten en hier staan de laatste 6 finalisten. Dus ik wil eigenlijk jullie eerst eventjes een heel mooi hartelijk applaus geven. Het feit dat je hier met 6 mensen bent, waarvan iedereen vanuit intrinsieke motivatie keihard heeft gewerkt om hier te staan, dat is alleen maar inspirerend en daar kun je superveel van leren. Wat ik zie bij kandidaten is heel veel talent. En ik denk dat het echt voor een kandidaat uniek is om dadelijk een maand mee te lopen. En creativiteit te combineren met hoe werkt het nou in de praktijk. We geven hen een inkijkje, maar vice versa leren wij ook ontzettend veel weer van de jong professionals wat hen drijft. En dat helpt ons ook weer om te innoveren. Mijn indruk van vandaag is gewoon dat iedereen daar ongelooflijk veel energie van krijgt. Je bent altijd met dingen bezig waar niet altijd hele leuke kanten aan zitten. Maar om mensen te zien die gewoon volop aan het begin van hun carrière staan en ongelooflijk enthousiast zijn om te leren en om met mensen samen te werken, daar word je gewoon blij van. Enorm goed begeleid, je krijgt feedback na iedere ronde, waardoor er ook echt heel veel aandacht wordt besteed aan jouw eigen ontwikkeling. En voor mij het belangrijkste is dat het niet alleen gaat om de case die je neerzet, maar dat de persoon achter de case misschien nog wel veel belangrijker is. Door de CEO for My Month Challenge heb ik meer zelfvertrouwen gekregen in wat ik doe en heb ik een hele leuke groep mensen leren kennen die heel gedreven zijn in wat ze doen. En dat geeft mij ook weer enthousiasme om door te gaan. Jullie hebben ons in positieve zin verrast. En daarom was het moeilijk om een daadwerkelijk definitieve keuze te maken, maar we hebben hem gemaakt. Want anders zou ik hier niet staan. En het is Meerte van der Reek geworden. Meerte, van harte gefeliciteerd. Ja, dit is gewoon heel bizar. Ik ben niet heel vaak sprakeloos, maar dit is een van die momenten. Geweldige kans, maar vooral dankbaarheid natuurlijk. Gewoon opnieuw. Het was zo'n leuk programma en ik heb zoveel geleerd van iedereen. En daarbij gewoon ook veel over mezelf geleerd. En dat dan het vertrouwen aan mij wordt gegeven dat ik dit mag gaan doen, ja, dat kan ik niet uitdrukken in woorden hoeveel dat voor mij betekent.